Ik heb 25 jaar gewoond in het huis waar de bibliotheek die hier in deze ruimte verzameld is en in andere ruimte waar die jarenlang gestaan heeft. Ik heb heel veel in de bibliotheek natuurlijk gesnuisterd, de meest bijzondere boeken gevonden die men zich kan voorstellen die in boekwinkels, normale boekwinkels, eigenlijk niet te krijgen zijn. Wolfgang Frommel die had die boeken allemaal thematisch gerangschikt. Esoterie bijvoorbeeld, Engelse, Duitse, Franse literatuur, erotiek, homoerotiek, ook kunstgeschiedenissen of zeitgeschichten. Elk boek heeft hij wel een artikel ingestopt, een krantartikel, aantekeningen gemaakt. Sommige boeken puilen uit van de krantartikelen, het is wel best wel grappig om te zien. Ik zelf heb uit mijn herinneringen gegrepen. En dit boekje gekozen van Curzio Malaparte, Die Hout. Eigenlijk in Italiaans is het La Pelle. Om even te kijken, om even te tonen. Dan zit hier een boekbespreking uit begin jaren 60 van dit boek. Dat heeft ook aan Frommel erin gestopt. Zo is die hele bibliotheek eigenlijk opgebouwd. De meest bizarre boeken. Dit is een krankzinnig boek waar waan en fantasie en realiteit van de Tweede Wereldoorlog compleet door elkaar gaan en een echte aanbeveling.